mentor is een leerling uit de vierde klas. En die begeleidt je dan in alle dingen die je op school doet. En die zit ook bij de mentorlessen en dan vertelt hij ook allemaal informatie, zeg maar. Ja, wij zijn eigenlijk de ondersteuning voor de mentor. Dus als een leerling vragen heeft en die liever niet aan de mentor stelt, dan kunnen ze die aan ons stellen, omdat het toch laagdrempeliger is. Omdat iemand dezelfde leeftijd heeft bijna. En dat misschien ook een peer mentor het eerder begrijpt, omdat hij zelf ook nog op deze school zit en misschien wel dezelfde problemen heeft of misschien een betere oplossing kan bedenken. Als je een probleem hebt of een vraag over iets of hoe je moet leren, dan kan je altijd gewoon naar je peer mentor toe. En ook in de pauzes zijn ze eigenlijk maar geen docenten. Dus ze staan ook gewoon in de kantine of in de aula. Dus je kan gewoon heel makkelijk naar ze toe. Ik vond de peer mentoren zelf heel erg fijn toen ik nog in de brugklas zat. Omdat ik zelf me nog niet altijd even thuis voelde op school. Dus dan stelde ik gewoon vragen over school. En ze hebben mij daar wel heel erg in geholpen. Dus ik dacht, nou, dat wil ik ook wel doen voor de nieuwe brugklassers. Ja, ik vind het heel leuk en fijn om ook brugklassers te kunnen helpen met de problemen die ze hebben. En ook bij de activiteiten zo erbij te zijn, dat we gewoon een gezellig jaar van kunnen maken. Ja, bijvoorbeeld een surprise maken voor mijn kinderen van de voedselbank. En zijn de peer mentoren ook altijd bij. Of bij het klassen, ja, dit keer jaar was het geen klassenuitje, maar gingen we een film kijken boven en dat regelde de peer mentoren dan. Ja. Die zorgde voor de film, voor het drinken en voor het snoep, eten en zo. Er was een meisje in de klas en die verstoorde de les af en toe nog wel. En de mentor vond het heel vervelend, de docent vond het ook niet fijn. Dus toen hebben wij als peer mentoren, zijn wij met haar gaan praten over hoe ze het anders kon doen en hoe ze het beter kon aanpakken, dat zij zelf ook fijner kon leren, dat het ook fijn was voor de docenten. Nou, ze doet nu wel beter mee in de les, dus dat is wel fijn. En ze leidt de kinderen en de docenten meer af. Ik denk dat ik wel leer om als een leerling naar me toe komt met een probleem, dat je daar ook gewoon leert kijken hoe kunnen we best een oplossing vinden of hoe kan ik een leerling het beste helpen. En ik denk dat dat later natuurlijk ook helpt. Ja, je leert heel erg het regelen van activiteiten met hun en de communicatie. Ja, ik vind het zelf heel erg leuk.